Dus jij zit te twijfelen tussen deze twee toestellen, de Motorola Edge en de G9 Plus. En het enige wat je nog weer houdt is de camera kwaliteit. Wat is het nou veel beter, die Motorola Edge, vergeleken met deze camera's? En ik ga je dat dus helemaal duidelijk maken in deze video. Oké, laten we dus beginnen met het belangrijkste, de hoofdcamera. Beide camera's hebben echt fantastische kwaliteit camera's. Het rare van beide toestellen is dat het best wel wisselend een paarse kleur weer geeft. De ene moment geeft de Edge een paarse kleur en op een ander moment geeft opeens de G9 Plus een hele vage paarse kleur op de foto's. Maar beide geven het over het algemeen best wel goede beelden weer en ligt de dynamic range ook vrij gelijk op elkaar. Detail is ook hetzelfde. En eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen dat het essentieel gewoon dezelfde camera's zijn. Oftewel, ik kan beide camera's van beide toestellen niet anders dan een gelijkspel geven. En dan gaan we even kijken hoe de hoofdcamera's het nou daadwerkelijk doen in de nacht. En heel eerlijk te wezen vind ik beide toestellen hier het eigenlijk hier best wel matig presteren. Qua detail en wat je ziet op de foto's is het vrijwel identiek. Het enige verschil wat je dus echt ziet is dus dat de Edge een gelige kleur op de foto's laat zien en de G9 Plus juist een wat witte kleur. Dus als ik het nu moet vergelijken vind ik dat alsnog een gelijk spel. En hoe doen de hoofdcamera's het nou met portretfoto's? Ook vrij gelijk. Ik ondervond dus dat de G9 Plus wel de mooiste foto's qua kleuren schoot. Alleen met de vervaging deden beide toestellen het eigenlijk best wel keurig en ging het vrij gelijk op. Maar natuurlijk, omdat de kleuren beter uitzien op de G9 Plus, moet ik daar mijn voorkeur toch voor geven. En dan gaan we over naar de macro lens. En hierbij merk je dat de Edge simpelweg de beste macro lens heeft. De Edge weergeeft meer detail en maakt keurige kwaliteit foto's. De G9 Plus heeft wat detailloze foto's. En het komt eigenlijk voornamelijk omdat de Edge een 16 megapixel camera heeft tegenover de 2 megapixel camera van de G9 Plus. Oftewel, de duidelijke winnaar is natuurlijk de Edge. Dan is de groothoeklens aan de beurt. Dit is een beetje hetzelfde verhaal met megapixels als met de macro lens. Waarbij de Edge een 16 megapixel camera heeft, heeft de G9 Plus enkel een 2 megapixel camera. Dat betekent dus altijd dat qua detail de Edge veel beter doet dan de G9 Plus. Wat ik wel meegeef aan de G9 Plus is dat de dynamic range wel echt veel beter is dan de Edge. Maar door de hogere hoeveelheid pixels op de Edge moet ik toch daar mijn voorkeuren voor trekken. En dan gaan we over op de selfie camera van de toestellen. Beide toestellen doen het eigenlijk best wel keurig in daglichtfoto's. Er verschilt vrij weinig aan kwaliteit. Het enige verschil wat je echt kan merken is dus het slagje meer detail in de Edge en dat de verschil in witbalans er nog wel eens is. Zelf moet ik mijn voorkeur toch wel trekken bij de Edge, omdat je toch wel wat meer detail krijgt in je foto's. Het laatste wat ik ook gemerkt heb is dat de G9 Plus best wel vervaging leuk vindt op de achtergrond, waarbij de Edge toch wel alles wel een beetje scherp wil houden op de achtergrond. En dat is ook wel een beetje het voornamelijke verschil. Maar overal, de detail is beter op de Edge, dus mijn voorkeur gaat toch naar de Edge toe. Hoe doen beide selfie-camera's nou het in het donker? Hierbij is de G9 Plus een overduidelijke winnaar. De G9 Plus pakt zoveel meer licht op dan de Edge, waardoor je uiteindelijk meer komt te zien op de foto's. De Edge geeft ook een beetje een vage paarse gloed mee over de foto's, wat de foto's al helemaal niet echt smakelijk maakt. Dus natuurlijk de G9 Plus, de overduidelijke winnaar. En dan gaan we over naar de video's opnemen op de hoofdcamera's van de toestellen. Wat ik gemerkt heb is dat het qua beeldkwaliteit, net zoals de foto's, het vrij gelijk is. Het enige verschil wat mij dus echt opmerkt is dat de witbalans is gewoon verschillend. De ene keer is de Edge veel natuurlijker met de kleuren en de andere keer juist weer de G9 Plus. Dus het is allemaal een beetje om en om en ik kan het ook niet anders dan een gelijkspel geven. En wanneer we bij de nachtvideo's komen, is er wel een overduidelijke winnaar. En dat is namelijk de Edge.
De Edge geeft duidelijk meer weer in de omgeving en toont veel minder ruis in de video zelf. Zeg nou zelf, dit ziet er toch veel beter uit dan dit. Oftewel, de Edge is a clear winner. En dan gaan we nu over naar de selfie camera video's om daglicht. En ik heb zelf gemerkt dat de selfie camera van de G9 Plus de achtergrond, net zoals de foto's, vooral aan het vervagen is. En de Edge houdt dit graag heel scherp. Dit is ook een kwestie van persoonlijke voorkeur, maar ik heb gemerkt dat hetgene wat sowieso in focus is, het scherpste oogt op de Edge zelf. Ook is de dynamic range in de video van de Edge in het algemeen, wat ik gemerkt heb, wel beter. Zelf zeg ik wel dat de winnaar hiervoor de Edge is, maar eigenlijk de G9 Plus zit hier niet zo heel ver achter en ik vind dat ze beide best wel keurige video's maken. En dan gaan we naar de selfie camera video's in de nacht. Ja, het is gewoon een beetje net zoals voorheen met de foto's. Edge laat helaas gewoon hele duidelijke paarse gloed zien in de video, wat best wel verschrikkelijk uitziet. Ook zie je mij niet zo heel duidelijk als op de G9 Plus. De G9 Plus laat ook trouwens nog zelfs minder ruis zien dan de Edge. Dus de overduidelijke winnaar is natuurlijk de G9 Plus. En dan gaan wij over naar dus de conclusie. Wat zou ik jullie aanraden? En voor de vraagprijs, wat de G9 Plus is nu, is wel relatief vrij lager dan de Edge. En het enige wat eigenlijk gelijk of beter is, zijn de hoofdcamera en de selfie lens. De enige lenzen die het gewoon minder doen op de G9 Plus dan de Edge, zijn eigenlijk dus de groothoeklens en de macro lens. Dus als jij zegt nu van, weet je, de hoofdlens en de selfie lens zijn de enige die echt belangrijk voor mij zijn, dan zou ik zeggen, haal de G9 Plus als de camera's echt alleen het ding is waar jij nu nog op overgehaald moet worden. Zeg jij van, ik vind een groothoeklens en een macrolens best wel belangrijk. En trouwens, de Motorola Edge heeft ook nog een telefotolens. Dus als je dat nog aanspreekt, zou ik dat misschien ook overwegen om naar de Edge te gaan. Maar als die dingen, al die lenzen, dus die groothoeklens en die macrolens echt helemaal niet doet doen voor jou. Weet je, G9 Plus is the way to go. Wil je ze wel? Dan is gewoon natuurlijk de Edge de overduidelijke winnaar. En dat is ook wel een beetje waar je het mee moet doen. En als je nog vragen hebt, laat ze weten natuurlijk in de beschrijving hier beneden. Wil je natuurlijk meer zien van mijn content? Abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Doe natuurlijk dat duimpje omhoog als jij natuurlijk deze video super informatief vond. En interessant en leuk en handig. En dan zou ik zeggen jongens, tot de volgende keer maar weer. En joejoe.